Goedenavond, dames en heren. Welkom bij het hart van de vluchtschool. Mijn naam is Nikki. Mijn naam is Sabrina en wij presenteren vandaag het nieuws Vogelgriep. En nu gaan we naar de verslaggevers ter plaatse. Hallo, ik ben Margriet. En ik ben Laila. Wij staan nu in plein 4045 winkelcentrum. En wij gaan nu vragen stellen aan de mensen over vogelgriep. Dag meneer, mag ik u een vraag stellen over vogelgriep? Ja hoor. Wat vindt u over vogelgriep? Vogelgriep, ja. Nou, het is een hype op dit moment. Ik ben niet bang van. Ik weet niet waar het precies inhoudt. Maar ik heb nu een griepje, dus, maar ik denk niet dat ik vogelgriep heb. En ik hoop het ook niet, want dan ben je straks ook ziek. Bent u er bang voor? Nee, helemaal niet. Nee. Weet u al waar het begonnen is? Nee, ook niet. Nee, dat weet ik ook niet. Oké, dankjewel voor het interview. Ja, meneer, mogen wij u vragen stellen? Ja hoor. Wat vindt u over vogelgriep? Kwalijke zaak in principe natuurlijk. Dat heerst. Bent u bang voor de vogelgriep? Nee. Weet u al waar het vogelgriep al begonnen is? Nee. Nee. Ja, ergens in Azië waarschijnlijk. Maar ja, dat is nog maar gisteren natuurlijk of dat echt zo is. Hallo, ik ben Margriet. Wat vindt u over vogelgriep? Nou, ik vind het eigenlijk best wel gevaarlijk. Ben je bang voor? Af en toe, want er zijn ook wel vogelgriepen die niet echt zo gevaarlijk zijn. Dank je voor het interview. Alsjeblieft. Wat vindt u over vogelgriep? Over wie? Vogelgriep. Vogelgriep. Wat een moeilijk onderwerp is dat, zeg. Vogelgriep. Nou, ik vind het bedreigend. Bent u er bang voor? Ik ben er zelf niet bang voor, want ik ben geen vogeltje. En ik ben al oud ook, dus het maakt me niet zoveel uit. Maar het is een bedreigend iets, die vogelgriep. Dat zit ons nog niet lekker, denk ik, de komende weken. Hè? Want er zitten steeds meer dode zwanen in Duitsland. Heb je dat gelezen? Ja. Ja, hè? Ja. Weet u al waar het begonnen is? Het komt uit het oosten, uit het hele verre oosten. Oké. Dankjewel voor de interview. Doei. Dankjewel voor de interview. Graag gedaan, meid. Hè? We gaan nu naar de dominomis. In het winkelcentrum ziet u mensen die over de dominomis vertellen. Ik ben Laura Arnesano. En ik ben Laila. Wij staan hier bij plein 4045 en we gaan vragen stellen over de dominomis. Oké, weet u iets van de dominomis af? Ja, een beetje wel, ja. Weet u wat er mee is gebeurd? Nou, dat ze hebben hem geloof ik doodgemaakt, hè? Afgeschoten. En toen hebben ze hem verder rare dingen vind ik meegedaan. Ze hebben hem niet netjes eventjes zo zoals meer doen. Dat wist ik wel. Als ik een doodmusje vind, ik hem toch wel even in het gras doen. En zeg ik, nou, daar moet je maar liggen. En dat hebben ze niet met dat musje gedaan. Ik vond het gewoon echt zielig. Ja. Dus, maar verder heb ik er niet echt naar gekeken, want ik heb niet naar dat spelletje ook gekeken deze keer. Want ja, ik was er niet helemaal bij, want ik kon het niet helemaal volgen, dus ik vond het heel erg zielig voor de rest. Mag ik u hartelijk bedanken dat ik u mag interviewen? Ja, natuurlijk. Succes verder, hè? Oké. Doei. Dag. Weet u iets van de dominomus? Ja, daar weet ik wat van. Die is doodgeschoten, ja. Weet u precies waar? Was het in Groningen ergens, in het noorden van het land? In zo'n hal waar ze die domino-steentjes opgesteld hadden? Ja. Ja, hè? Ja. Ja. En wat wil je nog meer vragen? Heeft u het ook op tv gezien? Domino zelf? Ja. Nee, heb ik niet gezien. Oh. Nee, ik vond het niet zo interessant. Wat vindt u ervan wat ze dat hebben gedaan? Nou, van die mus? Ik vond het niet zo erg. Oh. Ik vond het niet zo erg. Oh. Want er worden elke dag heel veel vogels doodgemaakt. Dat zijn allemaal lieve kippetjes. En daar vindt nooit iemand erg. En dan wordt er een keer een musje doodgemaakt. En dan vinden ze dat opeens heel erg. Ja, maar dat is een bijzondere mus. Dat is een domino mus. En niet zomaar een mus. Ja. Dank u wel voor de... Oké. De roddelbladen
Nee, ik moet dat doen. Dag. Doe geen kom maar. Mijn naam is Sofie en de Roddelbladen. En nu gaan we naar de mensen die over de Roddelbladen praten. We kijken of de mensen de Roddelbladen leuk vinden. Lees u vaak Roddelbladen of juist niet? Nee, ik lees je niet zo heel vaak. Wat vindt u nou leuk aan zo'n Roddelblad? Nou ja, je komt hele bijzondere dingen te weten over mensen. Dingen die eigenlijk niet voor jou bestemd zijn. Is het echt waar dat Maxima een zoon heeft? Ja, dat is geen Roddel, dat is wel echt waar. Nee. Ja, maar... Oh, nee. Is het nou, nee, dan is het een heel gemene Roddel, want ze heeft geen zoon, hoor ik net. Ze heeft toch een zoon? Oh. Ja. Nee, ze heeft twee dochters, dat is ook zo. Dus dan is het heel raar om te zeggen dat ze een zoon heeft. Ja, dus dat is nou gelogen. Ja, ja, daar heb je gelijk. Dat droeg niet eens tot me door, maar daar heb je gelijk. En dat is een roddel, is gelogen. Bedankt voor het interview, meneer. Hey, graag gedaan.